dames en heren, en groot genoegen u hartelijk welkom te heten op het 21ste Schiphol-diner. Op 3 oktober organiseerde de Kamer van Koophandel het Schiphol-diner. Zo'n 280 vertegenwoordigers uit de luchtvaart, politiek en het bedrijfsleven waren hier aanwezig. Doel van het jaarlijkse evenement is het economisch belang van Schiphol voor het voetlicht brengen. Schiphol is natuurlijk een van de best geoutilleerde luchthavens. En vitaal van belang voor het totaal van het logistiek proces wat door Nederland loopt. Niet alleen de directe werkgelegenheid en de indirecte werkgelegenheid voor de regio Amsterdam met meer dan 100.000 banen. Maar het is ook daardoor gewoon, is Nederland een heel aantrekkelijk land omdat we de directe verbinding hebben met bijna 300 bestemmingen in heel de wereld. Wat is de belangrijkste boodschap die u de genodigden mee wilt geven vanavond? Nou, dat Schiphol natuurlijk van levensbelang is voor onze Nederlandse economie. We zijn een open economie. Wij verdienen eigenlijk een heel groot deel van ons geld met export van producten die we hier maken, met handel in producten, doorvoer. En ja, daar heb je natuurlijk wel Schiphol voor nodig, want anders kun je al die marge niet bereiken. Minister Verhagen sprak onder meer over het zogeheten topsectorenbeleid. Schiphol behoort op het gebied van logistiek tot deze 9 topsectoren waarvoor het kabinet extra aandacht heeft. Juist voor deze regio, voor eigenlijk de metropoolregio Amsterdam, van groot belang dat we ook voldoende hoofdkantoren kunnen blijven aantrekken. Nou, daar zetten we ons voor in, door middel van ons topsectorenbeleid. Maar we maken het ook aantrekkelijk om in deze regio te blijven investeren. En dat maak ik aantrekkelijk, onder andere door een investeringsaftrek voor bedrijven, zodat die kennis en kunde ook omgezet worden in kassen. Staatssecretaris Atsma gaf zijn visie op de geplande invoering van Europese emissiehandel. Dat wil zeggen de afspraken over uitstoot van CO2 in de luchtvaart. Wat er dus ligt, dat zijn getekende afspraken dat per 1 januari het emissiehandelssysteem in werking zal gaan treden. Daar hebben alle landen in Europa binnen de EU hun handtekening onder gezet. Daar hebben ook betrokken partijen, marktpartijen, hun handtekening onder gezet. Alleen, die handtekening is gezet onder 1 voorwaarde. Namelijk dat het ook een wereldwijd werkend systeem zou moeten worden. APPLAUS.